De Guitar Academy is in een jaar tijd uitgegroeid tot een opleiding met 200 leerlingen. Volgens oprichter en gitarist Wim den Herder is het succes van de opleiding vooral te danken aan de focus op volwassenen. Ik wilde ook echt iets wat helemaal niet schools was. Want ik had zelf al van muziekscholen en situaties gehoord, van huiswerk. En ik denk, ik ben zelf altijd vanuit mezelf met muziek bezig geweest. En dat is ook wat voor muziek voor mij betekent. Ik leer heel veel in muziek, wat ik in andere dingen toepas. En die volwassenen die hier komen, doen heel veel interessante andere dingen, banen ernaast. En dat geeft een enorme klik. Dus die bevlogenheid, dat is het succes ook geweest. Dat is wat ons onderscheidt. Gitaarvirtuoos Harry Saxioni steunt de Guitar Academy. En niet alleen omdat de opleiding ook de Saxioni-methode doseert. Wim den Herder is bijzonder. Ten eerste omdat hij een groot gitarist is. Die zich ontzettend ontwikkelt. En absoluut zich ook op meerdere technieken richt. Hij kan van alles op die gitaar. Maar Wim is ook een wiskundige. Heel raar. Hij heeft twee exceptioneel grote talenten. En nu dat hij dan ook die Guitar Academy heeft opgericht, dat is dan nu al een jaar. Hij blijkt dus ook organisatorische mogelijkheden te hebben. We hebben in november het Amsterdam Guitar Festival. We doen ook de marketing. Dat zijn ook weer leerlingen van ons. We hebben echt topmensen die dat doen. En het ziet er naar uit dat we met Harry Saxioni, Jan Akkerman, Rosenberg en een waanzinnige line-up. Dus dat we gelijk de eerste keer een ontzettend groot festival neerzetten. En dat Amsterdam dus echt de plek voor gitaar gaat worden. Wim is gewoon eigenlijk op drie fronten ontzettend goed. Wat ik overigens, en dat zeg ik hem ook heel vaak, ik hoop dat het elkaar niet in de weg gaat zitten. Want misschien was hij wel op dit moment bekender geweest als hij die andere twee dingen niet had gedaan. Dat zou kunnen. Adeltje Wim. Hey. Ik ben gestopt met wiskunde. Echt waar? Ja. Is het serieus? Ja, ik ben er serieus gestopt. Om de reden wat ik net zeg. Omdat je dit zegt. Het loopt zo goed dat ik helemaal voor de muziek ga nu. Nou, kijk.